voorbije weken toch vaak op de nummer 10 positie gespeeld. Achter de spits Lennart Mertens. Die rol is dus vandaag voor Marcelino Ferdinand. Kom op van Mertens. En daar is meteen de goal. Daar is het doelpunt. Eerste doelpunt van Lennart Mertens sinds zijn terugkeer. Het is de nummer 9 die het doet. Lennart Mertens komt zijn eerste voor Deinze dit seizoen tegen de touwen. En het zal hem bijzonder veel deugd doen om er eventueel een 2-0 van te maken. Met Kassimi. Hendricks niet. Kassimi wel. Kassimi plaatsen. Oh, wat een goal. Schitterend doelpunt van debutant Ivan Kassimi. Wat een manier om je aan het grote publiek te introduceren. Hij trekt dus de lijn door van die oefenpartij. Kassimi in zijn debuutwedstrijd om zijn eerste doelpunt te maken voor SK Deinze. Wat voor eentje. Echt wel een hele mooie goal. Aannemen met rechts. En aan de met enig uitstel. Hier is Galidi. Mawete met de dummy. Ziani met infiltratie. En de poort dicht gedaan door Prisinenko. Want die bal tot bij Buxa was goed. En er komt nog een schot van Buxa. En eventueel van Diao. Maar die kan hem niet binnentrappen. De save van Miras. Ook Hendricks gaat positie kiezen. Net als Van Lanschot aan de tweede paal. Daar gaat het ook naartoe. En hij kopt hem tegen Epolo. Maar via de voet van Hendricks wordt er nog gescoord. Maar de aanvoerder van Deinze is afgevlakt wegens buitenspel. En dat klopt ook. Want het was niet bijster goed in deze eerste helft. Een verredelde oefenwedstrijd, zo lijkt het wel. Die ze aan het afwerken zijn. Zonder overtuiging, zonder grinta inzet precies. Terwijl er zeker nog echt wel wat inzet is voor de belofte van Stondaar. Maar ze moeten wel opletten voor een infiltratie. Heel veel jongens van Deinze mee. En de bal gaat tot bij Schrijvers. We krijgen meteen bij de eerste minuut in de tweede helft de 3-0 op het bord te zien. Het moet een van de eerste baltoetsen zijn voor de pas ingekomen centrale middenvelder Joer Schrijvers. Zelfs zei ze aan het adres van zijn jonge troepen. Wel ja, dan kan dat misschien nu al in de prullenbak. Want net als aan het begin van deze wedstrijd, aan het begin van de eerste helft, een snel doelpunt voor Deinze. In de eerste helft was dat na amper 2 minuten voetbal. Dus als extra aanvalspunt ingebracht naast Buxa. Die hier nu de bal wil controleren. De bal gaat tot bij Diao. Diao veinzen en dan toch maar trappen tegen Miras. En in de herneming haalt Prisinenko die bal weg. Voorzet afgeweken. En daar is Mertens plots. Mertens nog steeds. Mertens vanuit de draai. En dan gaat die bal in de ongel. Ja, een eigen doelpunt nog. Deze match die echt wel gespeeld is. Hier dus Mertens. Die de bal controleert. Kan trappen vanuit de draai. En wat Dia. Jannes van Steenkisten staat ondertussen al een tijdje klaar om in te vallen. De linksachter. Maar we kijken naar de kans voor Stalens om er 5-0 van te maken. Dat lukt niet. Deze Challenger Pro League. Playoffs. In dit geval play-downs dus. Degradatie-playoffs. Met Hendricks. Nu dan de 5-0. Wel degelijk. Ook de captain van SK Deinze doet zijn duit in het zakje op aangeven van Dylan de Belder. Legt hij de forfaitscore tussen Deinze en Stondaar. En in minuut 86 legt Kaitan Hendricks de 5e goal van Deinze in het mandje. Nog geen standaard situatie. Daar komt die bal van Hendricks. Weggehaald door Benfria. En Allaerts maakt er een einde aan. SK Deinze wint op deze 5e speeldag van de playdowns met